Ik heb net de Cool Wallet S aangeschaft. We gaan deze unboxen en reviewen. Hoi, ik ben Elke van Online Vibes. Ik heb deze gisteravond om 11:45 s'nachts besteld. En vanmorgen, voor ik opstond, zat hij al in mijn brievenbus. Dus supersnelle service. Het is een heel mooi doosje, vind ik al. Zwart klein doosje. Het is een hardware wallet die je via Bluetooth kan verbinden met een app op je telefoon. En ja, we gaan ze eens uitpakken en uitproberen. Zit een kabeltje, een dingetje, ik denk dat dat is om de kaart in te stoppen. Dan heb je hier in dit stukje, die kan je er ook uithalen, een startgids, stickertjes en twee recovery seat cards. Daar staan 24 lijntjes op. Je kan een seat aanmaken. Ik had gelezen dat ja, als je de wallet instelt, moet je een recovery seat gaan aanmaken. En dan kan je kiezen tussen, als ik me niet vergis, 12, 18 en 24 cijfercombinaties. En ja, 24 is voor de meeste veiligheid. Dus hier kan je ook 24 van die cijfertjes op gaan schrijven. Die kan je dan veilig bewaren of in een kluis op twee verschillende plekken. Zodat je altijd een backup hebt. En dan het belangrijkste, de kaart zelf. Die zit hier voorin. Dat is hem, de hardware wallet. Het is ter grootte van een creditkaart. Het lijkt wel een creditkaart. Je zou je zo vergissen als je in de winkel staat om hiermee af te rekenen. Maar dit is dus gewoon de hardware wallet. Dit is ja, de kant waar het logo op staat en Cool Wallet. En dit is hoe het eruit ziet. Je hebt hier een klein schermpje waar ja, cijfers kunnen opstaan. Dus hoeveel je in je bezit hebt. Hier heb je een knopje. Het is nog allemaal ietsjes kleiner dan ik verwacht had eigenlijk. Bovenin staat ook een nummer die ga je nodig hebben voor het instellen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat die gaat werken. Voor ik mijn mobiel kan koppelen met de wallet moet ik twee dingen doen. Dat is het opladen van het kaartje. En die zal ook moeten insteken tijdens dat je de twee koppelt. Dus die gaan we nu alvast insteken. En verder moet je ook nog de app installeren op je telefoon, zodat je via de app kan zien ja, hoeveel crypto's je in je bezit hebt. Thank you.
om het nu te laten werken, is het belangrijk dat ik hier de Bluetooth opzet. En dan kan ik hier de app gaan openen. Ik krijg de melding dat hij toegang wil tot Bluetooth. Ik zeg oké, staat toe. En ik kan op connect klikken. Vervolgens krijg ik op de kaart een code te zien en die moet ik ingeven hier in de app om de connectie te maken. Yes, de update is geslaagd. Connecten is nog niet gelukt, dus ik ga het dus opnieuw proberen. Press the button op de kaart. Hier staat een knop, die kan ik induwen. En nu is die gekoppeld. Wat we nu kunnen doen is een wallet aanmaken of eentje recoveren. Ik kan nu een nieuwe wallet gaan aanmaken. En nu moet ik kiezen of ik die codes wil doorkrijgen via de app of via de kaart. Het makkelijkst is via de app, maar op de website van de Cool Wallet S stond dat het veiliger is om het bij de kaart te doen. Dus laten we die nemen. En dan kan je de lengte van je seed kiezen, het aantal woordjes of tekentjes dat je krijgt. Je kan kiezen tussen 12, 18 en 24 en hoe hoger dat je gaat, hoe veiliger het wordt. Dus ik heb nu gekozen dat het op de kaart getoond moet worden en dat ik 24 combinaties wil krijgen. Generate. Dus nu is het heel belangrijk dat je die gaat opschrijven en nooit verliest. Op de kaart verschijnt hier, dit is het eerste nummer, dit moet ik opschrijven. Op de knop klikken en dan verschijnt het tweede nummertje. En zo moet ik dat voor alle 24 gaan doen. Nu moet ik alle nummertjes die ik heb opgeschreven gaan optellen en de som hier invullen als verificatie. En nu maar hopen dat ik ze juist heb opgeteld. Yes, het is gelukt. Nu kan ik coins gaan toevoegen. Kan je er sommige selecteren en andere niet. En die kan je dan gaan toevoegen aan je wallet. Ja, dit ga ik laten tonen. Zo ziet de wallet eruit. Zo kan ik Bitcoin ontvangen. Klik ik op Ethereum en ik klik op Receive. Bij settings kan ik hier klikken op Manage Wallet. Daar zie je alle toegevoegde crypto's die ik hier heb toegevoegd. Die kan je terug verwijderen als je dat wil. En je kan er nieuwe gaan toevoegen. Je kan kiezen tussen add coin or token en dat zijn dan degenen die hierin staan. De custom tokens, dat zijn alle ERC20 tokens die je kan inscannen. Om een ERC20 token toe te voegen, klik ik hier op het plusje en kies ik voor custom token. Vervolgens kan ik een scan gaan maken. Ik ben daarvoor naar Etherscan gegaan, naar die website. Ik klik op het contract. En vervolgens kan ik hier klikken op dit icoontje om de QR-code te bekijken. En nu kan ik de QR inscannen en je ziet dat er meteen Chili's komt te staan. En ik kan op Add klikken en dan wordt die toegevoegd. Nu zie je die met dat roze-paarse icoontje. Dat zijn allemaal die er niet standaard in staan, maar die je via de scans van via Etherscan kan inscannen. En kan je die op deze manier gaan toevoegen.
Ik heb het bedrag ingevuld, de verificaties via mobiel en e-mail toegevoegd en de 0,001 bitcoin is nu verstuurd. Nu ga ik terug naar de app van mijn wallet. Ik ga op refresh klikken, zodat die terug connecteert. Hier staat nog steeds 0 euro, 0 dollar eigenlijk. Dus het is nog even wachten, want het kan natuurlijk wel eventjes duren. Bij sommige, zoals hier bij Bitcoin en hier bij Ethereum, bij Litecoin, staan ook marktanalyses. Dus daar kan je op klikken. En dan zie je hier de marktanalyses. Ik heb gerefreshed en ik zie nu dat er 0,0005 bitcoin is bijgeschreven op mijn wallet. Zo, dat was de Cool Wallet S. Een kleine hardware wallet in de vorm van een creditkaart. Via de app op je telefoon kan je dan je crypto's erop zetten, zoals Bitcoin, Ethereum, Ripple, alle ERC20 tokens heel makkelijk toe te voegen op je mobiel. Het is handig dat het zo compact is. Er zitten 2 recovery seats bij. Die kan je best ergens heel veilig bewaren. Er zijn andere hardware wallets die een vuurbestandige recovery seat hebben. Deze die kan je best ergens in een kluis bewaren die vuurvast is. Dat je het zeker niet kwijt geraakt of dat je het op 2 verschillende plekken bewaart. Omdat die zo dun is, is dit knopje soms iets moeilijker in te duwen. Het is zo net zo kijken hoe je moet duwen, maar op zich gaat het wel. Soms moet je eens even een tweede keer als het net niet lukt. Voor de rest werkt het heel simpel, het is vlot geïnstalleerd. Ik heb ook die test gedaan met enkele bitcoins, die staan er nu op. Het enige wat ik jammer vind is dat hier staat dat je een alternatieve currency kan invullen. Standaard staat er US dollar en als je het wil aanpassen staat daar nog alleen US dollar en cancel. Dus dat vind ik wel jammer dat ik het niet het totaalbedrag hier in euro's kan zien. Maar het werkt handig en de crypto's zijn op deze manier veiliger bewaard. Mocht je deze hardware wallet willen aanschaffen of een andere, dan kan dat via deze link. Ik ben daar affiliate partner van, dus ik krijg een kleine commissie op. Dus dank je wel alvast als je dat doet via deze link. En heel benieuwd, heb jij al een hardware wallet of niet? En als je er eentje hebt, welke heb je dan? Laat het me zeker weten in een reactie. En ik hoop jou weer te zien in de volgende video. Bye!